Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is weer de eerste schooldag na de voorjaarsvakantie. En wij zijn gewoon op tijd. Een kleine smurf, die is ook klaar. En hij liep. Dus we gaan naar school. We hebben het overleefd en het was echt een dingetje, want het was 5:30. Toen ging het zo hard stormen daarnet. En Sarah werd er ook wakker van, ik ook. Nee, ik was dus... toen wakker, mama. Oh, je was al toen wakker. Toen was ik nog niet dus tegen... Oh. Dus die is toen tegen mij aangekropen. En wel weer in slaap gevallen, ik niet zozeer. Dus ik ben best wel moe, want heel vroeg opstaan is niet mijn ding, zoals jullie weten. Maar goed, dan vanaf maar vroeg slapen zo. Wat ik vandaag aan heb, deze trui van Fifth House. Ik kan mijn trui weer in. High waist broek, weet eigenlijk niet meer van wie die is. En deze van de Bijenkorf. Guest sneakers, ja, van de Bijenkorf. Oh, ik moest nog tegen dat het zeggen even. En dan ga ik even haasten. Sarah is op school en ik ben thuis en even lekker aan de druifjes. Ik heb eigenlijk meer zin in een zak patat, maar dat ga ik niet doen. Dus, maar druif vind ik ook lekker, dus ik moet niet zeuren. En ik ben nog steeds mega veel kleding en schoenen aan het verkopen. Dus ik ga nu inpakken wat ik weer verkocht heb. En ik heb er net een pakketje besteld. Ik vind echt wel een grote motivatie dat ik echt heb gezegd, ik mag alleen... van wat ik verkocht heb, nieuwe dingen kopen. Daardoor ben ik ook echt gewoon gemotiveerd om het te blijven verkopen en die moeite te doen. Want anders, ja, dan laat je het gewoon makkelijk liggen. En nu heb ik echt zoiets van, ja, maar dat mag ik uitgeven en ik heb echt wel zin in nieuwe dingen. Dus als het goed is, krijgt hij morgen binnen en dan neem ik nog een shoplog op. Dat is al de zoveelste, geloof ik. En ik heb weer een leuk klein meisje uit school opgehaald. Die heel druk is met de stok. Even een potje door, het is een beetje donker. En we zijn bijna thuis. En ik vind het echt zo verschrikkelijk koud vandaag. Ik vind het echt wel niet leuk meer. Ik heb ook echt weer mijn hele warme jas aan. Heerlijk. Het is al 's avonds laat. En ik ben echt moe van deze eerste schooldag. Het was echt wel weer wennen. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, dinsdagochtend. Ik ben klaar om naar school te gaan. Ik heb mijn jas al aan. Sarah is iets minder klaar. Die is heel langzaam aan het eten en ondertussen dan maar de schoenen aan het aandoen. Maar we moeten over een 30 minuten weg, dus dat gaan we even doen. En verder ook niks. Nu. Mijn kleine meisje die is lekker op school en ik heb een belangrijke taak gekregen. Die is mijn kleinkind en die moest ik wel even omkleden, anders zou ze in het koud krijgen. En dat heb ik echt moeten beloven, want anders wilde ze eigenlijk het liefst niet naar school. En ik heb het beloofd, dus nu is ze met een gerust hart daarheen. En of ik er dan op bed wilde leggen. Ik vind het zo grappig. Maar laat ik dat dan ook maar even doen. Dus beloof moet je doen. Nou, welterusten Annabel. Het is trouwens wel leuk, dit dekbed was vroeger van mij. En deze heeft de jaren dus overleefd. En nu heeft Sarah hem. Echt te grappig. En ik heb weer een klein meisje opgehaald en die wil niet op beeld. Die heeft er geen zin in, want die moest vandaag een werkje op school doen wat ze niet leuk vond. En we zijn nu bijna thuis. Ik weet niet wat ik moest doen. Oh, ben je het gewoon vergeten? Ja. En nu bijna thuis en dan gaan we even lekker eten en dan zo weer naar school. Net terug uit school en echt, het zit in mijn haar. Het waait best wel hard buiten. Maar ik heb echt iets heel leuks, in ieder geval vind ik echt heel erg leuk. Ik heb Sarah haar eerste rapport binnengekregen. Laat me even zo zien, want er staan gegevens op van de juf en van de school. En dat vind ik niet helemaal de bedoeling. Echt wel een heel goed rapport. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb hem net al gelezen. Dus super. Het rapportgesprek krijg ik nog. Die zou ik eigenlijk al gehad hebben. Maar toen waren we beide ziek. Dus dat was niet echt heel erg handig. Dus dat heb ik nu volgende week. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En... het is wel leuk als ze voor het eerst langs de opa's en oma's en zo met de rapporten. Super schattig. Echt leuk. Dan moet ik gelijk weer terugdenken aan hoe leuk ik dat vroeger zelf vond. En ja, ik geniet daar echt van. Die dingen waarvan je weet dat je het vroeger zelf zo verschrikkelijk leuk vond. En dan nu bij je kind dat weer terugzien. En ik geniet dan helemaal mee omdat ik gewoon mijn eigen plezier ermee voel. En weet hoe dat voor haar is. Dus echt, echt super. Ik heb echt het allerliefste kind ooit. Het is voor me aan het stofzuigen en we hebben net samen de was gedaan en ze heeft heel erg geholpen met eten maken. Het is zo gezellig.
vind dat echt leuk om het samen te doen. Dat is oké. Vond ik leuk. Sarah en ik hebben heerlijk gegeten. We zijn trouwens ook vandaag alleen. In ieder geval samen. Marco die moet tot laat werken. Dus. En we waren even YouTube-filmpjes samen aan het kijken. Nu hebben we een hond, een kat en een hamster in een doolhof. Kijken wie het snelst is. Dus dat is wel echt heel grappig. Wie denk je dat er gaat winnen? Ik weet het niet. Ik denk de hamster. Nee, niet de hond. Oké, nou we laten het zo wel weten. Nou, het filmpje is afgelopen. 1 keer raden wie er gewonnen heeft. Weet? De poes. De poes. Dus we hadden het allebei fout. Eigenlijk dacht ik toch de poes. Oh, nu dacht je opeens de poes. Grappen maken. We gaan nog een leuk filmpje zoeken. Maar dan wel iets wat ik leuk vind en jij. Ja, dan zoek iets wat we samen leuk vinden. Goedenavond. Zij ligt al even te slapen. En ik ben nog alleen. Marco is er nog niet. En ik zit Morgan Freeman onderzoekt het geloof te kijken. Ik heb er wel eens voorbij zien komen, maar ik had er eigenlijk nooit echt gekeken. En nu dus wel. Ik vind het best wel een goede serie. En nou kwam er net echt een hele, hele goede opmerking voorbij. Er was een man en die zei, de oerknal die is geen schepping, want we weten niet wat er daarvoor was. En dit vond ik zo'n mooie opmerking. Ongeacht of je gelovig bent of atheïst, dat is gewoon zo, want dat weten we inderdaad niet. En dat zette me eigenlijk best net wel aan het denken en dat houdt me ook best wel bezig. Het is woensdagmiddag al, ik heb vanochtend heel de ochtend de camera opgeladen, dus net gebruikt. En we zijn onderweg naar ballet en daarna ga ik even langs mijn ouders. Sarah wil natuurlijk heel graag het rapport laten zien en dat is natuurlijk super leuk, dus dat gaan we doen. En we gaan er morgen ook aan naartoe, maar dat maakt niet uit. We doen het gewoon vandaag. En verder gewoon lekker een rustig dagje. We zijn weer thuis en met mijn ouders eigenlijk niet. Vlogde ik eigenlijk nooit echt. Sarah heeft heel trots. Ja, ze heeft heel trots het rapport laten zien. En ze heeft een heel leuk zelfgemaakt vogelhuisje gekregen. En we waren een beetje laat thuis, dus gelijk even eten opgezet. Want Sarah moet natuurlijk morgen gewoon weer naar school. We gaan lekker kip eten. Daar heb ik echt trek in. En gebakken aardappeltjes. Dus ja, nog steeds aardappeldagen. Maar we zijn er bijna doorheen. Echt, ik had echt natuurlijk 10 kilo aardappelen. En ik wil gewoon niet weggooien. Ik vind het gewoon zonde om eten weg te gooien. En de aardappelen zijn bijna op. Dus we zijn er bijna. Yes. Ik kan eigenlijk echt ook even geen aardappel meer zien. Denk ik hierna. Terwijl ik aardappel normaal altijd wel heel lekker vind. Maar ik heb nu zoveel gegeten. En ik heb weer een heel klein lief meisje dat totaal van de kind. Is dit zenuwen? Nee, daar zitten geen zenuwen op. Is ze goed aan het doen, je kipje eten? Ja. En waar moet je voor oppassen? Voor zenuwen. Zenuwen. Goedemorgen, het is donderdagochtend en we zijn gezellig naar school aan het wandelen. Ja, en ik ga daarna naar oma weer toe, net als gisteren. Ja, want opa komt ook vandaag en daar lunchen we. En dan kan Sarah weer een rapport ook laten zien, dus dat is helemaal leuk, hè? Ja. Helemaal happy, ik heb net mijn pakketjes binnengekregen en helemaal blij. Dus morgen even shoplog opnemen, vandaag ga ik het niet meer redden. Sowieso doe ik dat soort dingen het liefst als Sarah op school is, want dat is gewoon makkelijker anders. Heeft ze me natuurlijk al precies nodig als ik aan het filmen ben. En dat is gewoon niet handig in de shoplog. Dus dat morgen. En nu snel ze ophalen van school en naar mijn ouders door. Zo, en ik ben er naar school geweest. En nu zit ik in de auto en ik ga naar oma toe. Goedenavond. Ik ben net heerlijk in slaap gevallen. Dus ik ga lekker mijn bed in. Ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Abonneer je onder of hierna even als je dat nog niet gedaan hebt. En geef natuurlijk even een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende vlog weer. Doei! We zijn aangekomen in Rotterdam. En het waait echt zo verschrikkelijk hard. We waaien bijna weg, hè? Ja, net eerder. Echt bijna. En Sarah weet het nog steeds niet. Maar misschien wil jij het geven wat er in de tas zit aan haar. Dat is wel leuk.